Het is de grootste vijand van elke tv-maker, mooi, zonnig weer. Er zijn anno 2024 steeds minder mensen die met mooi weer buiten gewoon binnen op de bank gaan zitten om naar tv-programma's te kijken. En mooi zomerweer leidt dan ook consequent tot een zeer forse afname van de kijkersaantallen. Ook Helene Hendricks wordt daar nu door getroffen. Helene scoorde aanvankelijk steeds om en nabij de miljoen kijkers met haar talkshow De Oranje Zondag, maar zakte gisteravond in tot een magere 551.000 kijkers en 13% marktaandeel in de doelgroep. Opvallend genoeg scoorde het programma ervoor, code van Koppens, beter met een score van 600.000 kijkers. Kijkcijferautoriteit Tina Nijkamp wijt dit aan het mooie weer. Het was niet makkelijk gisteren, want er was natuurlijk heel veel zon en dat betekent dat er veel minder tv wordt gekeken en zeker op zondag natuurlijk, als iedereen vrij is. Dat blijkt. Er hebben maar twee programma's boven de miljoen gescoord, zegt ze in haar podcast Tina's TV Update. Tina noemt de score van Helene een grote tegenvaller. De kijkers hadden geen zin in televisie en de kijkers die wel keken bleken ook nog eens verspreid te zijn. Beste Kijkers had in de totale wel wat minder kijkers dan de Oranje Zondag, maar scoorde wel wat hoger in de jongere doelgroep. Zo was alles een beetje verspreid en was er niet echt goed nieuws te melden over die kijkcijfers voor veel verschillende mensen. Het was geen vetpot qua kijkcijfers.